De meeste voetballers uit de Eredivisie genieten nu van hun vakantie in een tropisch veroord. Om Rick de Voorde op te zoeken gaan we niet naar Bali, Ibiza of Curaçao, maar reizen we af naar de stad van Willem van Oranje, Johannes Vermeer en Hugo de Groot. Oftewel, we zijn in Delft. Niet dat Rick ten Voorde hier geniet van alle bezienswaardigheden, maar hij speelt hier met zijn vrienden een beachsoccertoernooi. En waar zijn collega's in hun vakantie geen bal willen aanraken, is dat bij Rick ten Voorde wel anders. Het was wel een lang seizoen voor mij natuurlijk, alleen voetbal is je hobby en het blijft leuk op welke manier dan ook. Is het op kunstgras, is het op gewoon veld, is het op het zand, maakt niet uit, het blijft gewoon leuk. Rick ten Voorde begon zijn profcarrière bij FC Emmen. In het seizoen 2008-2009 speelde de toen pas 17-jarige aanvaller 18 wedstrijden en scoorde daarin 9 keer. Dat leverde hem direct een transfer op naar NEC. Hij tekende in Nijmegen een contract voor 3 jaar. Maar zijn eerste seizoen werd vooral gekenmerkt door blessures en pech. Ik kwam bij NEC, ik begon goed in de voorbereiding. Alleen na een paar maanden werd ik ziek. Kreeg ik een nierbekontsteking, waardoor ik in het ziekenhuis terecht kwam 5 dagen. En heb ik 24 uur per dag aan het infuus gelegen, antibiotica. En daarna heb ik nog een 2 weken een kuur gehad, de antibiotica. En dat heeft er zo zwaar in gehakt dat ik weer een aantal maanden op conditie moest komen, op krachten moest komen. Ja, dat heeft mij wel een tijdje genekt inderdaad. Ja, zie je het dan ook als een verloren seizoen? Nee, dat zeker niet. Ik heb veel geleerd ook in het eerste seizoen. Qua trainingen, ik vond het een hele ervaring natuurlijk om als 18-jarige jongen met die jongens te trainen. Mijn doel was eerst ook om gewoon goed mijn wedstrijden af te werken in jong. Nou, dat is redelijk goed gegaan. En proberen aan te sluiten bij de selectie. Qua training en zoveel mogelijk mee te trainen met die jongens. En dat is gewoon goed gelukt. Ik ben gewoon bij de selectie gekomen. Ik heb gewoon een positief beeld over mijn eerste seizoen bij NEC. Ik had het niet verwacht, laat ik het zo zeggen. En nummer 10, Rick ten Voorde. Afgelopen seizoen speelde ten Voorde zijn tweede seizoen in dienst van NEC. Daarin speelde hij niet meer dan 240 minuten in het shirt van de Nijmegenaren. En dat is toch tegenvallend. Ik had toch wel wat meer minuten verwacht. Alleen dat ligt natuurlijk ook aan je presteren en doen. En daar gaat de trainer uiteindelijk over. Ik ben 4 weken uit relatie ongeveer nog geweest door mijn enkel. Dat is ook jammer, want tegen Utrecht had Flemmings geschorst of geblesseerd. Ik weet het niet precies meer. En dat zou mijn kans zijn na een lange tijd weer. Alleen toen kwam ik ook net 2 keer getraind. Ja, dan kun je zo'n speler eigenlijk zonder ervaring eigenlijk niet opstellen. Nou, je zei ook al dat je misschien ook wel een heel klein beetje aan jezelf ligt. Qua prestaties. Ben je niet helemaal tevreden dan over hoe je ontwikkeld hebt afgelopen seizoen? Nee, ik denk niet dat ik optimaal gepresteerd heb. Tenminste, naar mijn gevoel niet. Ik heb het gevoel dat ik meer kan. En meer moet laten zien ook. En daar ga ik aankomend seizoen voor. Ja, wat kan er nog beter dan bij jou? Ja, ik denk dat op elk gebied een stukje beter moet. Wil ik aan spelen toekomen. Is dat op het fysieke gebied, is dat op het mentale gebied. Technisch moet het beter. Het moet allemaal net even een stapje omhoog. Wil ik nog meer vooruit gaan doen, denk ik. Je hebt nog een jaar contract en dan loop je contract af. Hoe ga je volgend jaar in? Je moet er altijd positief in blijven gaan natuurlijk. Nu Flemings weg is, heb je natuurlijk concurrenten minder, maar er komen natuurlijk concurrenten bij. Ik denk dat ik daar gewoon opnieuw de strijd mee aan moet gaan. Dat je nieuwe kansen hebt, omdat er een nieuwe trainer is. En omdat je nieuwe concurrenten hebt, moet je natuurlijk altijd met een leeg hoofd weer beginnen en volle bak tegenaan gaan. Ja, ben je er erg mee bezig dat een Melvin Platje komt, dat de naam van Ruud Boymans van VVV wordt genoemd? Hou je er echt in de gaten? Nee. Ja, natuurlijk, je houdt het wel in de gaten omdat je bij die club speelt. Je wil weten wat er gebeurt en wat de bedoeling is. Alleen als je zo bezig bent met die concurrentie, dan ben je niet zo mee bezig. Nee. Nee, maar ik kan me ook voorstellen dat je niet blij bent dat er nog 3-4 spitsen bij komen. Nee, maar dat zal ook niet gebeuren. Nou. Zijn er toezeggingen gedaan? Ik weet dat het moeilijk is in de voetballerij, je moet eigenlijk nog geen toezeggingen doen. Maar is er gezegd vanuit de club van je gaat meer je kans krijgen? Nee,
Nee. Of kun je er ook niet verwachten van een club? Nee, ze vinden wel dat ik aan spelen moet toekomen. Dus ja, dat vind ik zelf ook. Dus we moeten kijken wat er mogelijk is en wat de bedoelingen zijn via NEC en wat er gewoon mogelijk is. Dus er is misschien ook wel een optie dat je nog misschien verhuurd gaat worden? Ja, misschien is er een optie om verhuurd te worden als ik niet bij NEC aan spelen toekom. Want het is nu wel belangrijk dat ik aan spelen toekom natuurlijk. Ik word nu ook 20. Het is nog niet oud, maar ik zit natuurlijk al 2 jaar op de bank. En dat moet ik in eind nakomen. Ja, en mocht je dan wel verhuurd worden, waar kijk je dan naar? Of waar zijn jullie dan als NEC naar op zoek? Ja, daar hebben we nog niet echt duidelijk over gesproken. Maar natuurlijk, als je het realistisch bekijkt, misschien top Jupiler League of onderin Eredivisie die net gepromoveerd zijn. Of daaronder in meedraaien. Of top Jupiler, zoals ik al zei. Voor een voetballer is het nooit prettig als hij niet weet waar hij aan toe is. Voor Rick ten Voorde is zijn situatie bij NEC dan ook lastig. Ja, ik vind het wel lastig. Want natuurlijk, je zit in een dilemma, wil ik het niet noemen. Alleen je zit wel in een situatie dat je niet weet wat je kansen zijn. Ja, je weet wel wat je kansen zijn. Nieuwe ronde, nieuwe kansen natuurlijk. Alleen, ja, je weet niet wat de bedoeling is van tevoren. Ik ben geen vaste waarde nog en daar ben ik ook nog niet geweest. Dus het is allemaal nieuw en daar moet je op moeten wachten. Wanneer is het seizoen 2011-2012 voor Rick ten Voorde geslaagd? Als ik veel wedstrijden heb gespeeld. Want ik denk dat het belangrijkste is. Goed blijven ontwikkelen. En dat is de wedstrijden spelen. Dat is daar. En dat het belangrijkste is voor je ontwikkeling. Ik denk dat je daar het meeste van leert. En doelpunten maken. En doelpunten maken, ja. Doelpunten krijg je vertrouwen natuurlijk. En dat heb ik nodig. Ja.